Mama, Jordi heeft er 3. Ik ben altijd wel benieuwd wat het is. Je hebt altijd een beetje een bepaalde verwachting, hè? En dan ga je vaak dingen in je hoofd halen, maar dan is het, als je er niks van verwacht, is het vaak heel erg leuk. Als je niets verwacht, dan... Ja, dit is leuk. Ja. Hier wil ik wel een extra nummer voor doen. Oké, ja. Even kijken hoe het gaat. Ja. Toch? En een beetje mee laten zingen. Je kent het toch allemaal wel? Ja, toverbal, hoor je dat? Ja, ja. Ze kennen me wel, dus. Ja. Zeer geëerde dames en heren, ik ben Jordi Verloon, ga voor u musiceren. Ik zeg van tevoren, pas goed op uw oren. En niet van Leiden is een fluit van dippetiedippetiede. Nee, ik ben nooit te oud te leren. Eerst met een trompet, maar ik ga proberen. Ik wil u verbazen, een mopje te blazen. Er zit zoveel in die jongen en dat intrigeert me eigenlijk wel. Dat heb ik bij Jim Morrison, als ik die hoorde zingen. Dacht ik van, er gebeurt iets. Ik ga er af en toe van glimlachen en dan denk ik van, het zit goed. Dat is goed. Kijk, is het nou 250 calorieën per broodje of? Vooral met kip, paprika, currysaus. Ja, dat is het, currysaus. Ik wil niet zeggen, ik zit in het vak. Maar je bent wel bezig met een vak en dat is zingen, artiest zijn. Dus daar hoort ook bij, heel belangrijk is natuurlijk je uiterlijk, hoe je eruit ziet. Jordi heeft een grote aanhang. En ik zie het aan alle post die er voor hem binnenkomt. Daarin zie ik heel vaak dat het genoemd van Jordi niet dikker gaan worden. Oké. Ja, niet meer. Ik ben niet zo gehoord. Ja, het is light, hè. Minder calorieën. Dus ik was heel ieuw geweest. Ja, dan heb je het alweer. Je bent een artiest, dus je moet daar wel een beetje op letten voor. Het is te snel aan dan af, zeg ik altijd maar. Jordi heeft natuurlijk altijd medicijnen geslikt voor zijn AD. Ja, en als je dan stopt, dan... Ja, en dan ook nog eens een keer in de puberteit terechtkomt. Ja, gaat het lekker, hè? Hoeveel dagen ben je aan het lijnen? 4. 4. Nee, 5. Maar ik neem 1 chippy. Nou, het is wel even wennen. Weet je, je moet geen chocola eten, geen chips en alleen maar gezonde dingen. Dat is wel eens lastig. Je maag knort wel heel de dag. Dus. Ja, ook dat wel. Oh, dat wordt leuk dan. Ja, ik hou inderdaad wel mijn hart vast. Ik heb wel zoiets als hij maar niet weer een rotgapje uithaalt of Jordi op de kast probeert te krijgen.